Nou zijn we er zelf bij, dus we kunnen daar zelf natuurlijk ook een goede basis leggen, een goed fundament. Als het goed is als ouder, bent u daar continu mee bezig en continu aan het bijsturen. Want die school vertelt dan weer wat. Ja. Hey pa, weet je hoe een kip is ontstaan? Ja. Dat komt door allemaal beestjes. In het water. En dan kreeg hij opeens vleugels. Ik zei, nou voor mij hebben we ook wel andere dingen geleerd, toch? En dan neem ik hem mee terug naar de eerste boek in de Bijbel waar God de aarde schiep. Hemel en aarde. En dat hij daar alle levende wezens, ook de gevleugelde, schiep. We kwamen erop omdat hij zei, hey pa, wat is er als eerste, het kip of het ei? Ik zeg, de kip. En dat was goed. Tot zover ging hij nog met me mee, want dat hadden ze op school ook gezegd. Maar zo zie je, zo'n school, en tuurlijk hè, ja, we weten ook dat dingen op een gegeven moment een beetje muteren naar iets anders. Daar geloof ik ook best wel in. Daar geloof ik ook best wel in. Maar laten we niet vergeten waar het allemaal is ontstaan. En dat fundament moeten wij leggen, mensen. En zo nodig herstellen op het moment dat het op school weer anders wordt verteld. Ja, je mag zijn wat je wil, joh. Jongetje, meisje, maakt allemaal niet uit. Mag je allemaal zelf weten. Ja, misschien ben je wel geboren in het verkeerde lichaam. En nogmaals, ook daar kan heel veel moeite zitten. Ga ik het nu niet over hebben. Maar wat ik wel wil zeggen is, laten we naar de waarheid zoeken. En die waarheid vinden we in Gods woord. En daarom is het zo belangrijk dat we, als we tegen dingen aanlopen waar we ja, het zelf misschien ook niet helemaal snappen. Of denken van, ja, hoe moet ik dit nou weer uitleggen? Zoek dan eerst eens wat Gods woord erover zegt. Of waar Jezus misschien over spreekt. Want die probeerde weer dingen recht te zetten die eigenlijk in al die jaren in het Oude Testament een beetje scheef waren gegroeid. En het mooie van Gods woord vind ik dan dat je continu ziet dat God zo onwijs genadig is. Want wat maken mensen er toch steeds een puinhoop van? Tot nu toe, hè? Ik zelf waarschijnlijk ook hoor. Op bepaalde momenten zal ik best nog wel dingen doen dat God denkt, niet ander Erwin. Ja. Hè, maar wat is die dan weer genadig? Maar dat lezen we ook in Gods woord. En daar kunnen we van leren. We kunnen leren dat hij genadig is, maar we kunnen ook leren dat we misschien andere keuzes moeten maken. En misschien is wat meer in de spiegel moeten kijken en moeten denken van, hé, wat kan ik veranderen om te voorkomen dat mensen misschien op een verkeerd spoor komen of dat ik schade aanbreng. En vandaar dat ik het belangrijk vind dat, natuurlijk preken we veel en spreken we veel over Jezus, daar hou ik van. Ik voor mij de belangrijkste om over te spreken. Ik vind in elk keer dat ik hier sta, dient hij in ieder geval verhoogd te worden en de eer te krijgen. Maar het is ook belangrijk dat we de Bijbel af en toe doorwerken. En gewoon eens naar verhalen kijken van, hé, wat zit hier voor lijn in? Wat kunnen we hier uithalen? Wat kunnen we hiervan leren? En daar ben ik al een tijd geleden af en toe mee begonnen met zo'n hoofdstuk. En de afgelopen keer heb ik het er ook weer over gehad met David en Saul. Ik wil vandaag daar weer een stukje verder mee gaan. En ik zei tegen Patrice, ik weet niet hoe ik dit voor elkaar moet krijgen. Dat ik dit in een half uur moet proppen. Want ik wil eigenlijk Ezra en Nehemia. Ja, ik zie al mensen, dat gaat niet lukken. Nee, dus maar we gaan er met een grote kam doorheen. Met een grote kam. Om te zoeken van, hey, wat kunnen we hiervan leren? En ik zal u straks uitleggen waarom ik juist zo bepaald ben bij dit. Want dit zit al heel lang in mijn bijbelstudies om uit te werken. En misschien weet Corrie het nog wel. Het is voor mij een jaar geleden op het gebedsweekend wat jullie hadden. Toen zei ik ook, ik ben bezig met Nehemia en de muren bouwen en zo. En toen werd Corrie helemaal vrolijk, want ze had ook een woord erover gehad. En nu zijn we ruim een jaar later. Nou komt hij hoor, dat woord. Ja. Dus het heeft even gebroed, hè. Ja, het duurt af en toe even. Maar dan heb je ook wat. En hier kan je wel 20 preken van maken. Maar ik wil graag vooral naar de grote lijn kijken. Wat kunnen we er als gemeente bij de start van zo'n nieuw seizoen? Want daar staan we nu voor. We hebben gezegd, nou, dit is de startzondag. Hè. Na de vakantie gaan we er met z'n allen weer keihard tegenaan. Meteen gaan er weer andere mensen op vakantie. Hè. We missen er weer een paar links en rechts. Maar goed, dat is niet erg. Hebben ze verdiend. Maar die startzondag, dat moet weer een, ja, even zo'n boost geven. En ik hoop dat we met dit verhaal daar weer een klein beetje power krijgen van, oh ja. Want Ezra en Nehemia, ik weet niet of u het verhaal kent, maar ik zal er straks een korte inleiding op geven ook hoor. Maar
het volk van Israël, hè, we hadden natuurlijk bij David zijn we gebleven. Hè, als we dan toch bij David waren gebleven, koning, ging allemaal goed, gezegend. Kreeg de zoon, hij mocht tempel niet bouwen, zoon wel, Salomo. En Salomo ook nog koning. En daarna zie je het langzaamaan een beetje misgaan. En sterker nog, het gaat zover mis dat volk van Israël splitst. Willen niet meer bij elkaar horen. Worden twee koninkrijken. En dan zie je dat er verdeeldheid, maar dus ook zwakheid ontstaat. Want als je niet meer één bent, ontstaat er zwakheid. Ook tegen de vijand, tegen strijd waar je tegenaan loopt. Daarom is het ook zo belangrijk dat we eenheid zoeken. Ook met andere kerken, met andere christenen. Ik wilde bijna zeggen met andere geloven, maar dat niet. Daar wil ik geen eenheid, want daar waarschuwt de Bijbel namelijk ook keihard voor. En daar gaat misschien wel dit hele verhaal over. Ja, we willen eenheid. Maar wel eenheid over het juiste onderwerp. En het juiste onderwerp is Jezus. En niks anders. En al het andere moet je heel ver van je weg schuiven. Daar moet je juist niet mee mengen. En dat klinkt misschien even heel naar, maar dat is wel waar God continu voor waarschuwt. En je ziet het ook misgaan. Die koninkrijken worden aangevallen. Maar dat komt ook omdat ze zich niet houden aan hoe God had gezegd van doe het nou op deze manier, leef nou op deze manier, want dat is de veilige manier. En God waarschuwt ze ook via Jeremia en Jesaja, die spreken van tevoren al uit van jongens, dit gaat niet goed. Als je zo doorgaat, dan zal je weggevoerd gaan worden. Dan zal het over zijn met dit volk. In ieder geval voor 70 jaar. En we zien dat ook gebeuren. De Babyloniërs die vallen aan en eerst pakken ze het eerste stuk land en daarna pakken ze het tweede koninkrijk. En iedereen, het volk van Israël, wordt in ballingschap afgevoerd, weggevoerd. En dan zou je denken, oh jee, einde van Gods volk. Nou, dat gelukkig niet, want God laat niet los. Maar hij heeft er wel voor gewaarschuwd. En ik denk dan, hopelijk leren ze er wat van. Nee, want ja, we kijken daar van een afstandje natuurlijk naartoe. We zitten er niet middenin, dus dan kan je makkelijk oordelen van, nou, eigen schuld, misschien leren ze er wat van. En dan, hè? En dan zie je ook dat, en daar komen we dan wat namen tegen, want Jesaja en Jeremia zijn ook Bijbelboeken. Hè? Lees ze maar eens door, die waarschuwen dus. En dan kom je op een gegeven moment... het boek Daniel, kent u ook, hè? Boek Daniel, ga ik het nu niet over hebben. Maar die kwam erachter van, hey, dit staat allemaal beschreven, dat dit zou gaan gebeuren en dat we over 70 jaar weer terug mochten. Dus die begon te bidden, die Daniel. U kent Daniel toch? Was ook een van die ballingen, in ballingschap afgevoerd, hè? Ja, als klein jochie. En die gaat ervoor bidden en dan krijgen we op een gegeven moment het boek Ezra en daarna aansluitend Nehemia, die dan gaan vertellen hoe dat dan weer in drie etappes weer goed gaat komen. Het is ook wel grappig, drie etappes, want het volk was in drie etappes in ballingschap geleid. Dus in drie keer. En we gaan ook weer in drie keer terug. Ja. Tot zover. Kunt u me nog volgen tot zover? Dus dat is even een beetje de korte inleiding. En ik daag u uit, ga die boeken Ezra en Nehemia maar eens lezen. Ze zijn niet zo heel gek groot, maar dan krijgt u een indruk van... He, waar ik het ook allemaal over heb en waardoor ik er reet enthousiast van ben geworden. Ja. Want Nederland was een christelijk land en is misschien ook nog wel een christelijk land, maar vooral was een christelijk land. Kijk maar naar Meidrecht, dat vol met kerken. Dat is mooi. Alleen nou moeten die kerken nog vol. Want dat zijn we een beetje kwijtgeraakt met z'n allen. En we hebben de opdracht om het land opnieuw in te nemen. Die opdracht voel ik steeds meer, dat we ook over de ronde venen, daar bidden we voor, dat spreken we uit en we willen dat we mensen weer terugkomen, dat mensen Jezus leren kennen, dat jeugd weer terugkomt, dat ze gaan snappen hoe het werkt. En soms zien we daar al zo'n sprankje hoop. Hè. Willem kwam net naar me toe, hij zei gisteren toch wat moois meegemaakt met PlayStation. Komt gewoon, ik vraag aan een jonge gozer of ik voor mag bidden en hij zegt ja, dat is heel graag, want ik ben op zoek naar Jezus. Fantastisch. Dat zijn de sprankjes hoop. En dat is het mooie werk van PlayStation ook. Dus als u zegt, hey, dat soort dingen wil ik ook meemaken. Ik wil gewoon meewandelen met hun. Ik wil meebidden. Meld je bij Willem of Linda en ze zullen vast een plekje voor je creëren. In het team. Hartstikke goed. Bidden werkt. Maar ook mensen aanspreken. En de een zal zich daar prettig bij voelen, de ander niet. Maar dat maakt niet uit. Weet je, juist die sprankjes hoop maken het zo mooi. En merk je van, ja, mensen staan weer open. Vooral jeugd staat open. De ouderen hebben vaak een bagage bij hun. En daardoor moeite om weer, maar joh, ze hebben me dit aangedaan en ze hebben dat gedaan. Dus dan moet je een hele muur doorbreken. De jeugd
van tegenwoordig heeft niet veel in een kerk gezeten. Sterker nog, heel veel jeugd heeft nog nooit een kerk van binnen gezien. En dat is een voordeel. Die hebben geen bagage. Maar ze zijn wel op zoek. En zo mooi zijn mensen. Hè. Dus daar doen we het voor. En dat lees je in dit verhaal ook. Die ballingen mochten terug naar een land. Ja, in het land woonden ondertussen andere mensen. Hè. Dus ze kwamen na 70 jaar terug. En er woonde niemand anders. En dan kwamen we weer even bij. En ze moesten het land weer opnieuw innemen. Ze moesten hun plek weer opnieuw gaan pakken. En zo zie ik dat ook voor dit nieuwe seizoen. Wij mogen onze plek weer gaan pakken. God zegt, kom op. Dit is het moment, dit is het seizoen waarin we mensen weer terug gaan brengen. Maar daar horen wel een aantal stappen bij. En daarom juist die twee boeken, want we lezen daar verschillende stappen waar we zelf doorheen moeten en waar we ook vooral op moeten letten. Een nieuwe start. Even kijken, waar ben ik nog in? Want ik heb heel veel gezegd al, dus ik kan nog mooi doorscrollen nu. Hè? Ja, dat is mooi hè. Laten we bij de eerste beginnen. God neemt het initiatief. Dat is belangrijk. We moeten dus leren te luisteren naar wat God zegt. Want God neemt initiatief. Wij kunnen van alles willen, we kunnen van alles doen. We kunnen al zeggen, ja, ik wil nu dit. Heer, ik wil nu dit. En natuurlijk mag je verlangen uitspreken. Maar God bepaalt het moment. En dat zie je heel duidelijk in dit boek ook. Er is een heel duidelijk beginpunt in het boek. Dat God zegt, en nu gaan we beginnen. Dat ga ik u straks laten zien, want dan kunt u dat onderstrepen in uw Bijbel. En de opdracht die ze dan krijgen is, ga terug en bouw een tempel. Ga terug en bouw een tempel. Dus niet ga terug, bouw huizen, bouw muren, ga weer lekker leven en neem mij ook mee. Nee, ga terug en bouw een tempel. Daar beginnen we mee. Dus als we willen beginnen, zullen we eerst God de plek moeten geven die hij verdient. Dat is wat ik hier uithaal. God op nummer 1. Luisteren naar wat hij wil. Wat is zijn moment? Zet hem op 1. Bouw in je leven weer een tempel die voor hem klaar is. En vanuit daar gaan we werken. Vanuit gebed, vanuit hem gaan we werken. En dat is heel anders dan ja, de volken eromheen. Want die zouden eerst een muur bouwen. Want eerst bescherming en dan pas gaan we onze God daar neerzetten. Want stel je voor dat hij overvallen wordt. Ja, hallo. Onze God wordt niet overvallen hoor. Hey, die laat zich niet overvallen. Hè? Dus daarom, kijk, het verhaal is zo groot, dus ik moet voorzichtig zijn wat ik allemaal roep, want anders kan je me helemaal niet meer volgen. Maar vandaar die muur van vuren, want we hoefden eerst niet een muur van stenen te bouwen. God zou die muur wel zijn. Zet mij in het middenpunt. Eerst ik. Dan komt die muur later. Want dat doen die profetieën van hoe heet die nou? Help even. Hagi, ja, ik zat toch redelijk warm dan. Ja, toch? Ja. En Zachariah, hè? Ja. Ja. Die gaan roepen en nu mijn muur bouwen. Huppakee. Is ook weer zoiets, hè? Kan je weer over discussiëren, ja. Wat zullen die mensen wel gedacht hebben? Eerst mochten ze geen muur bouwen, dan moesten ze wel weer een muur bouwen. Hè? Ja. Is God dan veranderd? Nee. Hij ging verder met zijn plan. Leren luisteren. Maar goed, terug naar die tempel. Die tempel moest gebouwd worden. Geef God de eerste plek. En dan de rest. Ezra en Nehemia. Ik weet niet of je Ezra en Nehemia kent, maar Ezra is een priester. Staat vooral voor het onderwijzen van Gods woord. En zorgen dat er ook dat gehanteerd wordt. En Nehemia was een schenker bij de koning toen de tijd. Maar een echte politicus, een echte leider om dingen voor elkaar te krijgen. En op die twee vlakken worden deze twee mensen krachtig gebruikt. Ieder op zijn eigen plek. Voor ons ook belangrijk. Voor iedereen is er een plekje in de bouw. Maar op je eigen plek. De een als het ene en de ander als het andere. En als dat jouw plek is, dan functioneert dat geweldig. Goed. Lees met me mee als u een Bijbel bij u heeft. Dat is goed, hè. Gods woord ook te openen. Kunt u zien dat ik het niet zomaar verzin. Ezra 1. Ezra 1. En dan vanaf vers 1. Maak hem even wat groter. Ja. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ze waren toch door Babyloniërs afgevoerd, ja dat klopt, maar die Babyloniërs waren weer door de Perzen veroverd. En er ging dus eigenlijk weer een nieuw tijdperk in. En hier zitten we in dat nieuwe tijdperk van die Perzen.
en in het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen. Wat had Jeremia aangekondigd? Jullie zullen afgevoerd worden voor 70 jaar en daarna weer terugkeren. Dat had Jeremia aangekondigd. En dan komt hij, hè? Ging in vervulling wat de Heer en Jeremia had laten aankondigen. Hij, wie? God. Hij zette de koning ertoe aan om zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Ja, oké. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem. God had gesproken tot de koning. God bepaalt het moment, nu gaat het weer gebeuren. En hij werkt dus gewoon door een koning heen die niet het volk Israël was. Gewoon een andere koning. Koning van Perzië. Maar ook die wist maar al te goed wie God is. En het is dus mooi, want hier lezen we dan meteen weer dat God doet wat hij belooft. Hij belooft, over 70 jaar zullen jullie weer terugkeren. En God zet het ook weer in werking. Hij doet wat hij belooft. Eerst een tempel bouwen. En het mooie is dat ze de spullen uit die oude tempel ook nog meekregen zelfs. Dus al die bezittingen die ingenomen waren, gestolen waren door de veroveraars, kregen ze ook nog mee, joh. En nog veel meer. Ja. Maar goed, ik kan niet alles behandelen, maar hè, dat is leuk. En dan als eerste, de eerste groep die dan teruggaat om die tempel te bouwen, die gingen mee met Zerubabel. Dat was eigenlijk de aanvoerder van de eerste club die daar die tempel mocht gaan bouwen. En als je dan het verhaal een beetje leest, dan zie je ook dat ze best wel een beetje angstig waren voor de bevolking. Want ja, ze kwamen natuurlijk in een land wat al bezet was. Die bevolking vond het natuurlijk allemaal niet zo heel fijn dat er opeens weer allemaal Israëlieten terugkwamen. Dus bij de terugkeer was er tegenstand. Nou, even een bruggetje naar nu. Als wij Gods koninkrijk weer gaan innemen, zal er tegenstand zijn. Want ondertussen zit er iemand anders op die stoel. En die heeft er heel andere ideeën over. Dus er zal strijd zijn. Er zal strijd zijn. Maar laten we het verhaal doorlezen, want dan zien we ook wat de uitkomst gaat worden als wij aan de gang gaan. Dan zie je op een gegeven moment in het verhaal, en daar wil ik u ook weer in meenemen, in Ezra 4 vanaf vers 1. Ezra 4 vanaf vers 1. De tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden van de terugkerende ballingen dat ze een heiligdom voor de Heer zouden bouwen. En ze gingen naar Zerubabel en de familiehoofden en ze zeiden, wij willen meehelpen met de bouw. Wij willen meehelpen. Ja, dat moet je dus niet doen. Ja, even heel simpel. Ja, als je het verhaal doorleest, kom je erachter, dat moet je niet doen. Waar is het nou allemaal misgegaan? God heeft heel duidelijk aan Mozes en daarna door Jozua gezegd, neem land in, maar niet mixen. Niet mengen. Blijf bij je eigen volk, doe je eigen ding, ga niet lopen mixen. En dat is een waarschuwing die je continu door het Oude Testament heen ziet lopen. Ook tot aan hier, want daardoor was het ook weer misgegaan. En hier zie je het weer gebeuren. Hè? Die Israëlieten komen terug om de tempel te bouwen. En de tegenstanders, eigenlijk, want die het eigenlijk helemaal geen goed idee van, wilden dus zich er toch weer in mixen. Zo van, we willen wel meehelpen bouwen, joh. Ja, willen we wel doen. En als je niet uitkijkt, ben je geen 3 minuten bezig en zit je alweer op het verkeerde spoor. Belangrijk dus, doe wat God wil en wat God ons aangeeft. Want anders heb je kans dat het juist weer mislukt. Dat het weer als loszand uit elkaar valt. En dat lees je hier dus ook heel goed terug. Let op, want er zullen altijd vosjes zijn, hè, dat is zo'n term die je in de Bijbel leest. Er zullen altijd vosjes zijn die jouw akker inkomen en daardoor de boel slopen. Ja. Ja, nou, toen ze niet mochten meehelpen, werden ze natuurlijk niet heel gelukkig. Dus dan lezen we in Ezra 4, vers 4. Ja, als we niet mogen meedoen, dan gaan we tegenwerken. En dat zie je dan ook gebeuren. Ze krijgen weerstand en tegenstand en het wordt steeds lastiger. En
steeds meer moeite. En op een gegeven moment gaan ze zelfs naar de koningen schrijven van, ah, wist u wel wat hier allemaal gebeurt en bla bla bla. En die, op een gegeven moment wordt zelfs de bouw stilgelegd. De bouw wordt stilgelegd door eigenlijk de verkeerde leugens en verhalen die over hun gezegd worden. En de koning zegt, nou, ik ga eerst wel eens even uitzoeken hoe dit komt. Want ondertussen moest dat weer uitgezocht worden hoe dat dan precies in zijn werk zat. En dat is voor ons ook een waarschuwing weer, net wat we al net zagen. Er zal, als je bezig gaat, er zal strijd zijn. En ja, misschien heb je het gevoel dat alles weer stil komt te liggen. Dat je denkt, ja, maar we zijn toch zo goed bezig. We zijn aan het bidden en we hebben dit klaar en we hebben dat klaar. Waar blijft het dan? Het komt maar niet. Het ligt maar stil. Ja, omdat er een geestelijke strijd bezig is, lieve mensen. Het is niet allemaal wat we zien, maar er is om ons heen ook nog heel veel aan de gang. Blijf erop vertrouwen dat God echt wel bezig is achter de schermen. En blijf hem zoeken daarin. Want dat doen ze hier ook. Want hun gaan zelf ook brieven terugschrijven naar die koning. En die koning gaat het onderzoeken. En dan gaat God op een gegeven moment weer spreken, want die bouw is tot stilstand gekomen. Maar dan komen die twee profeten die ik net al zei, Haggai, en Zachariah. En die beginnen vanuit Gods woord te spreken van, jongens, beginnen. Ik heb jullie hierheen gebracht om een tempel te bouwen voor mij. Doorgaan. Doorgaan. Ja. En dat gaan ze dan ook doen. Ze luisteren naar Gods woord en doen het. En achteraf blijkt dan ook dat die koning het op een gegeven moment goed vindt. En ze kunnen verder. Maar het kost allemaal wel tijd. Sommige dingen kosten tijd. Terwijl we het misschien veel liever snel hadden willen doen. Het kost tijd. Nou, die tempel is gebouwd. Die is klaar. En de koning die zegt, ik wil dat de priesters erheen gaan en in de gaten gaan houden dat er wel geleefd wordt zoals God het bedoeld heeft. Ezra komt in beeld. Ezra, een goede priester, kende Gods woord goed. En die mocht een aantal mensen meenemen om daar in de gaten te gaan houden van, ja, gaat het wel goed? Doen we wel wat God echt wil? Want we hebben een mooie tempel laten bouwen, maar dan moet het natuurlijk ook wel goed gaan. En op die manier gaat Ezra die kant op. Valt ook van alles over te vertellen, maar dat gaan we niet doen. Ezra komt eraan en het blijkt één grote puinhoop te zijn. Hè? Ja, want als ik Ezra's verhaal lees, en dan zit ik bij Ezra 9 ondertussen, ergens bij vers 1. De leiders van het volk kwamen naar Ezra toe en zeiden, het volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben zich niet afzijdig gehouden van de bevolking van het land. Hoe is mogelijk? Zou je denken, hè? Hoe is mogelijk? Zo vaak gaat het mis, vanaf Mozes, Jozua en zo. Zo vaak gaat het mis, en weer mixen. Terwijl God zegt, niet mixen, doe nou niet. Zijn ze 70 jaar in ballingschap geweest? Zou je toch denken, nou, hè, nu zullen ze het wel snappen. Mogen ze terug om een tempel te bouwen? Tempel gebouwd, komt Ezra daar, blijkt dat ze weer gemixt zijn. En met gemixt kan je dan zeggen, ja, andere gebruiken weer aangenomen dan God. Hè. Dus je zou kunnen zeggen, we doen ook wat moslimgebruiken erbij. En we doen ook wat hindoe gebruiken erbij. We doen lekker een beetje yoga links en rechts. Moet allemaal kunnen. Want dat hoort bij dit land. Dus dat moet allemaal gemixt kunnen worden. Ja, let op. God waarschuwt niet voor niks. Niet mixen. Niet mixen. Want daar gaat een stuk van. Goed. Fout wordt rechtgezet. Tuurlijk, gelukkig wel. Dat is de Bijbel, hè? Iedere keer fout. Nou, goed. Fout wordt rechtgezet. En gelukkig is het volk het daarmee eens. Want het volk zegt, Ezra, doe de dingen die jij wil. Zet het recht, wij staan achter jou. Dat is belangrijk. Dat als we ergens op een gegeven moment een richting op gaan, dat mensen er wel achter staan. Want anders dan komt het niet uit de verf. En Ezra maakt korte metten met de zaken die niet goed zijn. En er komt herstel. En dat is mooi, want dat betekent ook dat de mensen dus tot inzicht zijn gekomen en herstel wilden. En dat kan ook voor ons gelden. Je ziet dat er altijd weer een weg terug is naar herstel. En om weer opnieuw te beginnen en het wel goed te doen. En dat is belangrijk. En dan blijft het eigenlijk een klein stukje stil. Ze blijven mikpunt van de volken die daar wonen. Want ja, er zijn nog geen beschermende muren omheen gebouwd. Dus ja, ze hebben nog steeds wel last van aanvallen enzovoort. En op een gegeven moment hoort Nehemia dat.
Er kwamen mensen bij Nehemia. Die zeiden, joh, het gaat helemaal niet goed met het volk. Ze worden steeds aangevallen. Dat is voor ons ook een waarschuwing. Op het moment dat je geen bescherming om je heen bouwt, zal je juist aangevallen worden. Dus het was een moment voor een tweede stap te nemen. En Nehemia, dat vind ik dan zo mooi van Nehemia, dat is voor ons ook weer een ding wat we moeten oppakken en moeten snappen. Nehemia bad tot God. Dat is de eerste stap die hij doet. Hij hoort het. Hij schrikt ervan. Wordt er verdrietig van. En het eerste wat hij gaat doen, is hij bad tot God. Als je iets wil gaan doen, begin bij het juiste beginpunt. Zoek God erin. Wat zegt hij? Wat wil hij? Hoe ziet hij dit? En ga vanuit daar handelen. Dus niet vanuit emotie gaan reageren. Niet vanuit je eigen ideeën gaan reageren. Maar zoek God in je verdriet, in je moeite, in je pijn. En kijk wat hij je wil zeggen. En hij mag naar die leider waar hij zijn drankje inschenkt. Zegt, hey, wat zie je er verdrietig uit, het is er aan de hand. En zo komt het verhaal op gang. En op een gegeven moment mag hij van die koning mag die erheen om die muren te gaan herstellen. Zodat het volk beschermd wordt. En hij krijgt ook nog allemaal dingen weer mee. Dat is weer het mooie van het verhaal. Je ziet dat God zegen juist door dat soort dingen heen werkt. Op het moment dat je de juiste stappen neemt, zal God voorzien in wat wij nodig hebben. Maar het is dus een moment dat op het moment dat je God de plek hebt gegeven en je bent erachter gekomen van dit is wel goed, dat is niet goed, ik moet niet mengen, ik wil zo gaan werken. Dan zal er aanval komen en daarom is het belangrijk dat je een veilige muur om jezelf heen gaat zetten. En Nehemia in dit verhaal mocht die muur gaan bouwen. En het werd ook wel tijd, ook lieve mensen. Want we lezen het verhaaltje zo over een paar minuutjes. Maar er gaan echt jaren overheen voordat het uiteindelijk eens een keer klaar is. Als die muur klaar is, zijn ze er bijna 93 jaar of zo. En die muur is er binnen een paar dagen gebouwd. Dat is het mooie van het verhaal. Hè? Het duurt dus jaren voordat ze eindelijk op punt komen dat die muur gebouwd wordt. En dan komt die Nehemia, een echte leider, en die zet iedereen op zijn plek. En dan jongens, even knallen nu met z'n allen. Hoppakee. En die muur wordt gebouwd binnen een paar dagen en hij staat. Maar wel 93 jaar pas nadat de eerste mensen terug waren gegaan. Dus je ziet, er gaat soms tijden overheen. Sterker nog, het zou maar zo kunnen zijn dat wij in beloftes beginnen te wandelen waar we misschien niet zelf de uitkomst van gaan zien. Omdat er best een tijd overheen zou kunnen gaan voordat we die belofte vrucht gaan zien dragen. Maar wat mooi dat we dan mogen weten dat er al jaren gebeden wordt hier. Al jaren door verschillende kerken, door verschillende gebedsgroepen. Jaren. Toch? Goed. U bent er nog, we zijn er bijna hoor. Ja hè, goed zo. Nou, Nehemia, die komt daar en dat is een belangrijk dingetje ook. Wil ik even met u naar kijken, af en toe moet ik even gewoon weer even het woord induiken. Nehemia 4 vers 1. Nehemia 4 vers 1. Zeg ik dat goed? Oh nee, sorry. Nehemia 2, akkoord. Nehemia 2 vanaf vers 16. Ik ga iets te snel. Nehemia 2 vanaf vers 16. Wat lezen we daar? Nou, de stadsbestuurders wisten niet waar ik heen was gegaan. Nehemia was in dat land terechtgekomen, want die mocht erheen hè, met die spullen. En die had zich niet meteen gemeld, maar die was eerst zelf eens even gaan kijken. Wat is hier gaande? Wat moet er nog gedaan worden? Hij laat zich dus niet door allerlei mensen weer beïnvloeden van ja, maar joh, dit is belangrijk, dat is belangrijk. Nee, deze leider was door God geroepen en aangesteld om daar orde op zaken te stellen. En laat zich niet beïnvloeden door allerlei andere mensen die daar zeggen, ja, maar we deden het vroeger zo en oh, we hebben het hier zo moeilijk. Nee, hij ging gewoon even zelf kijken, wat is hier aan de hand? En dat geldt voor ons allemaal, als leider, maar ook als persoon. Als je ergens instapt, onderzoek eerst eens even hoe het ervoor staat. Waar staan we met z'n allen? Wat zijn de problemen? Wat zijn de kansen? Wat zijn de mogelijkheden? En daarna kan je je laten informeren, doet Nehemia ook. Maar eerst maar eens even zelf kijken. Niet altijd maar blind op andere mensen hun mening afgaan. Dat vind ik een belangrijke les ook weer. Er zit heel veel lessen in. En Nehemia heeft het een beetje bekeken. En gaat dan met die leiders en die stadsbestuurders praten. En hoort daar natuurlijk ook dingen van. En zegt, oké, we gaan nu bouwen. Nu.
Ja, we worden ook aangevallen. We gaan nu bouwen en we doen het zo. De een bouwt en de ander beschermt. Dus als de een aan het bouwen is, dan is de ander aan het beschermen. Hè, als er aanvallen zijn, dat we klaarstaan. Je zou kunnen zeggen, de een bouwt, de ander bidt. De een bouwt, de ander bidt. Zo werkt PlayStation voor mij ook. De een gaat naar buiten en de ander blijft achter. Bidden en bouwen. Bidden en bouwen. Bescherming en bouwen. Moet samen opgaan. Samen opgaan. We beschermen elkaar. We doen het ook samen. We beschermen elkaar. En dan zie je ook hoe onwijs snel het gaat. Want binnen een paar dagen begon die muur al vormen te krijgen. En binnen een paar weken stond die muur er. Bidden en bouwen. En ja, tuurlijk werden ze aangevallen. Maar bidden en bouwen. Doorgaan. En dan zie je dan ook de kracht van Nehemia. Hij zet de juiste mensen op de juiste plek. Weet ze te motiveren. En gaan. Dat soort leiders heb je ook nodig. Maar je leider kan niks met mensen die zich niet laten leiden. Het is maar goed dat die mensen dan ook zeiden, ja, oh, ik ga bouwen. Ja, ik neem wel dit, ik neem wel dat, ik ga wel stenen sjouwen. Ieder moet wel zijn plek innemen, anders komt die bouw nog niet klaar. Iedereen deed mee. Ook de leider, iedereen deed mee. Mooi hoor. En ze gingen aan de gang. En natuurlijk gaan er nog steeds dingen mis. Die slaan we even over. Ja, ja anders blijven we maar gaan. Maar je ziet het blijft weer. Het is net het normale leven. Hè? Je doet iets en dan gaat het weer niet helemaal lekker. En dan doe je weer iets en dan maak je een misstap. En dan doe je. Maar gewoon doorgaan. Doorgaan. En wat ik dan zo mooi vind. Die mensen die er woonden, die zagen dat misgaan. Die zagen die muren langzaamaan. En die denken, oh, nog even. En dan hangen straks van die deuren in. Dan kunnen we er niet meer in. Dus die denken, weet je wat, we gaan praten met Nehemia. Hey Nehemia, we moeten even kletsen, joh. Nee, geen tijd, ik ben aan het metselen. Ja maar Nehemia, ik heb een heel goed voorstel voor jou, we moeten even kletsen. Dat lees ik. Ik moet het verhaal maar eens lezen, echt een mooi verhaal. Afleiding. De tegenstander zal altijd weer afleiden. Je bent volgen. Je denkt, nou, ik ga nu deze week ga ik er echt helemaal vol. En je loopt de deur uit en er gebeurt alweer wat. Weet je, dat je denkt, nou, dat komt dus weer niet helemaal uit nu. Afleiding. Hadden ze toen ook last van. Maar leer van hoe hij ermee omging. Nehemia zegt, nee. Ik ben nu even hiermee bezig. Als ik klaar ben, ja, maar ik wil je een voorstel doen. Nee. Ik ben nu even hiermee bezig. Laat je niet afleiden. Zal je die tekst meegeven, kan je thuis opzoeken. Nehemia 6, vanaf vers 1 tot 8. Voor de mensen die thuis meekijken. Nehemia 6, vanaf vers 1 tot en met 8. Laat je niet afleiden. Hè? Ja, bijvoorbeeld. Ja, zit je net te bidden, komt er weer een appje binnen. Oh, toch even gauw kijken. Hè? Nee, niet afleiden. Bezig blijven. Maar afleiding is echt wel een dingetje hoor. Hey, goed. En die poorten zijn ook klaar. En wat mooi dan hè. We hebben God in ons midden gebracht. We hebben alle rotzooi eruit gedaan. En we hebben een muur van bescherming om ons heen gebouwd. Nou, halleluja. Nehemia ging terug naar huis. Want die was klaar. Muurtje was gebouwd. Kon na een paar dagen weer naar huis. En op een gegeven moment zegt hij, ja, ik wil toch eigenlijk nog een keertje terug om te kijken hoe het eigenlijk gaat. Dus hij gaat terug. Nou, ik durf het haast niet van, maar u snapt een beetje wat er gebeurd is natuurlijk. Hè? Als u een klein beetje het volk kent, als u zelf een beetje uzelf kent, die Nehemia komt terug. Nou zeg, zijn ze weer gemixt. Dat is toch ongelooflijk? Waarom bouwen we dan een muur met poorten erin? We laten ze er gewoon weer in, met z'n allen. Weer gemixt. En het ergste is nog, eigenlijk een van de grootste tegenstanders, dat lees ik dan in het verhaal, een van de grootste tegenstanders had gewoon bijna een ereplaats gekregen bij de tempel. Die woonde bij wijze van spreken naast de tempel om daar dingen te verkopen aan het volk van Israël. Nou, toen Nehemia dat zag, het staat er niet, maar ik denk dat hij uit zijn dak ging. Ja? En het eerste wat hij ook doet, is orde op zaken stellen. De vijand er weer uit. En wat kan je hiervan leren, even praktisch? Het kan zijn dat u op een gegeven moment goed bezig bent. En ook voor je gevoel goed bezig bent geweest. En toch is er stiekem weer zo'n vosje naar binnen geslopen ergens. En die begint zijn eigen plekje weer te krijgen. En op het moment dat je daarachter komt, is het belangrijk
dat je jezelf in de spiegel kijkt en zegt, hey, dit is eigenlijk niet goed. Heer, sorry. Ik wil dat dit uit mijn leven verdwijnt. Want u moet mij vullen met uw aanwezigheid en niet die rotzooi. En dat zal een strijd blijven. Ik wil u niet bang maken, maar dat zal een strijd blijven totdat Jezus terugkomt. Want het blijft een strijd. Dat we afgeleid worden, dat er toch weer dingen insluipen. Maar wees voor jezelf eerlijk en kijk regelmatig naar jezelf. Of laat iemand anders naar je kijken, geef die autoriteit aan iemand anders om daar inspraak in te hebben van, hey, ik zie dit gebeuren, gaat dat wel goed? Ja? We hebben daar afgelopen woensdag wel duidelijk over gesproken. Die autoriteit moet je wel eerst krijgen voordat we dat soort dingen gaan roepen. En anders moet je eerst zorgen dat er een relatie komt. Want we gaan niet zomaar dingen tegen elkaar roepen, want daarmee beschadigen we juist mensen. Kijk toen nog maar eens terug, als u hem niet heeft gezien. Maar het is wel goed om te zorgen dat je mensen om je heen hebt. Een aantal mensen die inspraak in jouw leven hebben. En die je mogen zeggen als hun denken van, hey, dit is niet helemaal juist. Vooral om zuiver te blijven. Want dat is wat God eigenlijk in grote lijnen, hè, want hiermee wil ik het eigenlijk een beetje afronden, want ik zei ook, ik ga er met echt een grote kam doorheen. Maar in grote lijnen is dit wat we zien. God heeft het beste met ons voor en hij wil echt dat we het goed hebben. Hij wil dat we het goed hebben. En als voorbeeld heeft hij daar zijn eigen volk als voorbeeld gesteld. En hij wil ze alles geven, hij wil ze zegenen. Maar hij vraagt wel een aantal dingen aan hun. Van, doe nou niet dit, doe nou niet dat, want dat brengt schade. Dan gaan dingen stuk, word je misschien wel ziek. Dus doe het nou op deze manier. Dan kunnen we het allemaal wel weer als wet gaan roepen, maar het is gewoon een stukje voorschrift. Doe dat nou op deze manier, want het is de veiligste manier. En toch zie je dat volk iedere keer weer het zelf gaan ontdekken en erachter komen van, ja, we mixen weer en het gaat stuk. En dan zie je ook dat het stuk gaat. En dan zie je ook dat God het eigenlijk niet meer tegen kan gaan. Want als die eenheid weg is, ja, dan kan de tegenstander nou eenmaal aanvallen. En dan zie je dat dingen misgaan. Wil niet zeggen dat God dan verdrietig is, wegloopt en niet meer naar je kijkt. Hij zal er altijd bij blijven. Want hij heeft een belofte, ook voor jou. Hij houdt van jou en hij wil jou bij hem hebben. En hij bracht zelfs zijn eigen zoon naar deze wereld om de boel te herstellen. Want het was er een hoop stuk. Hij heeft het hersteld door zijn zoon. En het enige wat jij hoeft te doen, is hem de ereplaats te geven in je leven. En dan kunnen we samen gaan bouwen. En dan kunnen we samen dit nieuwe seizoen in. En samen de Ronde Venen een doorbraak gaan bezorgen. Niet wij, maar hij, door ons heen. Heeft hij ons wel voor nodig. Hij heeft bouwlieden nodig. Laat je invoegen als een levende steen. Wordt niet voor niks gezegd, hè. Laat je invoegen als een levende steen. Want we hebben elkaar nodig. Als de een misschien aan het ene doen is, dat de ander hem beschermt. Dat is belangrijk. Dus misschien zeggen, ja, maar dat is helemaal niks voor mij. Nee, maar dan kan je misschien het andere wel doen. Iedereen heeft zo zijn rol. Daar heb ik geen tijd voor. Nou, dat hebben we net van Corrie gehoord. Als je daarmee begint, heb je tijd voor alles. Amen? Mooi, hè? Zullen we het hierbij laten? Ja. Mag ik nog even bidden? Ja. Nee, maar dus ik hoop dat u in grote lijnen iets van het verhaal heeft meegekregen. En ik moedig u echt aan, lees het verhaal eens. En ik ga u daar echt extra in aanmoedigen, want ik denk dat het belangrijk is dat we de Bijbel ook lezen. Dus niet alleen maar deze verhalen hier, vanaf de sprekers weten, maar lees thuis ook. Ja, maar wat moet ik dan lezen, Erwin? Ik ga je in ieder geval een klein stukje leesrooster sturen over Ezra en Nehemia. En probeer die nou eens elke dag dat stukje te lezen. En dan zijn we over een paar weken met z'n allen door die twee Bijbelboeken heen. En dan weet je wat er staat. En dan zal je zien van, oh ja, dat zei hij. Oh ja, daar had hij toen over. En laten we kijken hoe we dat praktisch kunnen maken in ons eigen leven. Hemelse Vader, ik dank u, Heer. Ik dank u, Heer, dat we hier mogen zijn. En dat u ons heeft samengebracht. En dat u bij ons bent, in ons midden. En door ons heen wil werken, door middel van uw Heilige Geest. Heer, u wilt ons als levende stenen gebruiken om uw koninkrijk verder uit te bouwen en bekend te maken. Heer, laat ons een licht zijn. Maar we kunnen alleen maar een licht zijn, Heer, als we schoon zijn, als we niet bedekt zijn. Dus Heer, help ons ook dat onze ogen geopend zullen worden en dat we zullen gaan inzien wat wel bij u past en wat niet bij u past en daar keuzes in te maken. En elke keer opnieuw die keuzes te maken. Heer, het is een wedloop die we moeten lopen, maar we willen allemaal die eindstreep halen. En we hebben u erbij nodig, Heer, om ons daar richting in te geven, wijsheid in te verschaffen.
openbaar u zelf, Heer, door middel van uw Heilige Geest. Uw wil voor ons. En we zien echt uit naar een doorbraak in de Ronde Venen. En dat dit kerkseizoen, dit jaar, die doorbraak zal gaan bewerkstelligen. Dat er breuken zullen komen in de muren van de tegenstander. Zodat we ons land weer kunnen innemen en onze plek weer terug kunnen opeisen. Heer, want de Ronde Venen behoort aan u toe. Met alle mensen die daar wonen en vooral ook alle tieners die nog een heel leven voor zich hebben. We bidden u, Heer, dat u uzelf openbaart aan hun. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel, Erwin, voor deze mooie inzichten en de aanmoediging om Gods woord op te nemen en te gaan lezen. En zet dat kring dan maar even uit. En dan bedoel ik dit, hè. Zet hem dan maar even uit of leg hem ergens waar je hem niet hoort. Geen pingeltjes en rinkeltjes. Want dat woord, dat is zo prachtig en zo krachtig. En ja, niet alleen voor toen, maar ja, juist voor nu. Dankjewel, nogmaals. Goed, nou, even terug naar de orde van de dienst. En die zegt, het offer, Jan en Henry.